De hoogbejaarde vrouw woont aan de Sportlaan in Vlaardingen. Op woensdag 11 januari rond 9:45 in de ochtend wordt er bij haar aangebeld. Er staat een man voor de deur. De meneer die droeg een geel vestje, die vertelde dat hij van het waterbedrijf was, dat er sprake was van lekkage en dat hij de waterleiding moest komen bekijken. Hij heeft haar toen opzij geduwd, is die woning ingegaan, heeft haar rondgekeken en is er vandoor gegaan met haar sieraden. Deze mevrouw is 94 jaar en dit is haar nu overkomen. We hebben helaas geen beelden, maar we hopen dat er misschien mensen zijn die hier in de omgeving ook deze man hebben zien lopen en die dat misschien wel op beeld hebben staan. Dus als u in de omgeving van de Sportlaan in Vlaardingen woont, kijk even op uw camerasysteem. Wellicht is de verdachte door uw camera gefilmd. Hij droeg dus een geel hesje. Verder heeft de man een licht getinte huidskleur. Hij is tussen de 1,60 meter en 1,70 meter lang. Hij droeg een donkere broek en een zwarte jas. We willen heel graag weten of er mensen zijn die zo'n man hier hebben zien lopen in Vlaardingen of misschien wel ergens anders in de omgeving. En het zou helemaal mooi zijn als er andere mensen zijn die deze man wel op beeld hebben. Dus kijk alsjeblieft terug of u op woensdagochtend of op een andere dag een man met dit signalement ziet en dan horen we heel graag van u. Dus wie heeft de man gezien of heeft camerabeelden van hem opgenomen op woensdag 11 januari rond 9:45 in de ochtend? Laat het weten.